Wonen in Nederland. Hoofdstuk 2. Nederland rivierenland. De hoofdvraag. Hoe beïnvloedt de inrichting van Nederland de kans op een rivieroverstroming en welke oplossingen zijn er om de kans op een overstroming tegen te gaan? Paragraaf 2.2. Onbeheersbare rivieren. Deelvragen. Wat zijn de kenmerken van het Nederlandse rivierprofiel? En welke gevolgen hebben de eigenschappen van het rivierprofiel van de Rijn en de Maas voor het waterafvoer? Dwarsdoorsteden van de rivier. Al vanaf de vroege middeleeuwen bouwden mensen dijken. De dijken werden verstevigd, verhoogd en verbreed. Het dwarsprofiel van de rivier in Nederland bestaat uit het volgende: een zomerdijk, een uiterwaard en een winterdijk. Nou, op de afbeelding aan de rechteronderkant zie je dus de zomersituatie en de wintersituatie. Nou, in de zomersituatie zie je dus een zomerbed waarin dat water staat met twee zomerdijken. Aan weerszijden twee uiterwaarden en twee winterdijken. Waarbij dus de uiterwaarden in de zomer dus droog staan. De wintersituatie is als volgt. Daarbij kan bijvoorbeeld gebeuren dus wanneer er bijvoorbeeld veel neerslag valt of de waterstand hoog is. Dus dat het water tot aan de winterdijken komt, in ieder geval vrij hoog. En dat is in veel gevallen is dat zo. En dan zie je dus dat dus de uiterwaarden ondergelopen zijn. En dan is het winterbed staat dus geheel onder water. Ja, de deel waar de uiterwaarden in liggen noem je dus het winterbed. Nou, in de zomer en in het najaar blijven de Rijn en de zijtakken meestal het zomerbed. Hè. Dat is dus het gebied tussen die zomerdijken. Het kan voorkomen dat als er heel veel neerslag valt in de zomer, dat dus ook die uiterwaarden vol kunnen lopen. Maar dat is vrij zeldzaam. Meestal blijft gewoon het water gewoon binnen de zomerdijken. En dan heb je dus de vaargeul waar gewoon de rivier, waar gewoon de scheepvaart doorheen gaat. En dat is dus. En blijven de uiterwaarden blijven dan droog liggen. Nou ja, bij de hoge afvoer in de winter en in het voorjaar stroomt het water in de uiterwaarden. Dat heeft vooral te maken met het smelten van de sneeuwkap in de Alpen. Ja, er wordt dus water afgevoerd en krijg je dus een hoge piekafvoer. Ja, dus dan krijg je dus dat het water er komt. En dan heb je dus een hoog volume. Het gebied tussen beide winterdijken heet het winterbed, oftewel het buitendijkse gebied. Dus zeg maar het gebied achter de winterdijk. Dat is het gebied waar de mensen wonen. En het binnendijkse gebied wordt dus beschermd tegen het rivierwater door de winterdijken. Dus om te voorkomen dus dat wanneer het winterbed volloopt, dat het water het dorp bijvoorbeeld inloopt. Nou ja, als de Rijn en de Maas tijdens hoogwater overstroomde, werd sediment, zand, klei en grind dicht bij de rivier afgezet. Dus dat was dus zeg maar voordat die bedijkingen er waren. Dat was een natuurlijk proces. Nou ja, sinds de bedijkingen legde het rivier zijn sediment binnen de uiterwaarden. Deze worden ook steeds hoger dan de rest van het landschap. Nou ja, het probleem daarbij is dus als je daar niets aan doet en je laat dus dat sediment daar ophopen, dat de waterproblemen verder stroomafwaarts ontstaan. En je zult er wel voor moeten zorgen dus dat je dus die uiterwaarden dan af en toe uitgraaft, waardoor je dus, dus dat water daar kan laten lopen, want dat zorgt dus voor verlichting. Dat is ook eigenlijk het doel van de uiterwaarden. Dat je ervoor zorgt dat de rivier of het water over de rivier verdeeld wordt. Hè? Dus dat je niet krijgt dat straks helemaal stroomafwaarts, dat daar grote overstromingen plaatsvinden. En dat is dus ook een manier dus om, wanneer je het extra veel water te maken krijgt, kun je bijvoorbeeld ook de uiterwaarden verder gaan uitgraven. Nou, hier heb je het verval en verhang. Je ziet hier een lengteprofiel van een rivier. Nou, dat is een doorsnede van de rivier over een bepaald traject. Op de x-as zie je dus het aantal kilometers. Van 0 tot 1000. De Rijn loopt dus vanaf Zwitserland naar Rotterdam. Ongeveer 1000 kilometer. En het verval is zeg maar het hoogtepunt. Hoogteverschil tussen het hoogste en het laagste punt. Dus dat is het hoogste punt is 500 meter tot 0. Dus het verval in de hele rivier is 500. Het verhang is zeg maar het verval per kilometer. En dan kunnen we even gaan rekenen.
Wat het vooral verhang per kilo verhang is, zeg maar, tussen twee punten. Even kijken, dat doen we Mainz en Keulen. Dat is, even kijken, wat is het hoogte van Mainz? Even kijken, dat is dus, 0,98 meter. En Keulen is dus 50. Nou, 98 min 50 is 48. En wat is de totale afstand tussen die twee plaatsen? Dat is dus, even kijken, 500, 700, dat is 200 kilometer. Dus dan doen we dus, even kijken, dus het verval is 48 meter en de afstand is 200 kilometer. Dan doen we dus het verval, dus 48 gedeeld door 200, is dus een verhang van 0,24 meter per kilometer. Nou, zo bereken je dat dus. Nou, het verval is dus het hoogteverschil tussen twee plaatsen langs een rivier. Nou, het verval heeft invloed op de stroomsnelheid. Nou, hoe hoger het verval, hoe sneller de rivier stroomt. Nou, bij grote hoogteverschil heb je dus veel erosie. En in de benedenloop stroomt de rivier trager, waardoor er veel materiaal afgezet kan worden. En dat noem je weer sedimentatie. Nou, het verhang is het verval per kilometer, dat had ik net uitgelegd. Niet overal langs de rivier is dat gelijk, hè, want je berekent dus dat verhang tussen twee punten. Het verhang van de Rijn is dus in het hooggebergte in Zwitserland 35 meter per kilometer, omdat je natuurlijk een groot verval hebt, tegenover 0,08 meter per kilometer, dus slechts 8 centimeter per kilometer in het vlakke Nederland. Nou, dat komt weer omdat de Rijn in Nederland maar een daling heeft van 12 meter. Vandaar dus dat het verhang in de Rijn in Nederland lager is dan het verhang in de Rijn in Zwitserland. Nou, rivierwaterafvoer. Rijkswaterstaat meet hoeveel kubieke meter water er op een bepaald moment per seconde door de rivier stroomt. En dat noem je dus het debiet. Als de Rijn bij Lobith in Nederland binnenstroomt, heeft hij een gemiddelde waterafvoer van 2300 meter per seconde. Nou, bij de grenspas IJssen in Zuid-Limburg is de gemiddelde afvoer het debiet van de Maas veel lager dan die van de Rijn, slechts 230 meter per seconde. De Maas is een regenrivier. Nou, voor het debiet is een formule om dat uit te rekenen. En dat gaat als volgt. Het debiet is de volume gedeeld door de tijd. Nou, en hoe breek je dat dan uit? Het volume reken je uit door de lengte van de rivier en de breedte van de rivier te en de hoogte van de rivier met elkaar te vermenigvuldigen. Dat gaat dan als volgt. We kunnen een voorbeeld doen. We staan op een brug, hè, dus het makkelijkste meten vanaf een brug. Dus je moet niet een al te brede brug pakken, maar gewoon een normale brug waar je van de ene kant naar de andere kant kunt lopen. Je gaat daar staan en je meet eigenlijk het punt van de ene reling kijk je naar beneden en naar de andere kant en dan meet je eigenlijk hoeveel centimeter daartussen zit. Laten we doen zeg maar dat die brug 10 meter breed is. Ja, dus dan is dat de lengte van de rivier. Vervolgens doe je de breedte en dan doe je dus van de ene oever naar de andere oever van de rivier. Dus 4 meter is dat dan in dat geval, is een voorbeeld. En dan doe je dus uiteindelijk, moet je naar beneden lopen om de diepte te meten van die rivier. Dus dan doe je een pijlstok in het water. Als je de bodem raakt, met de stok kom je op de bodem en dan kijk je dus hoe diep dat is. En dan kom je uiteindelijk uit, in dit voorbeeld dus op 1,20. En dan doe je dus 10 meter keer 4 meter keer 1 meter 20 en dan kom je uit op 48. Dus dat is het volume. Vervolgens loop je weer naar boven, ga je op de brug staan bij de ene kant waar het water vandaan stroomt, zeg maar. En dan pak je een sinaasappel en die laat je gewoon vallen in het water. En dan loop je snel naar de andere kant van de brug en dan tel je hoeveel seconden het duurt voordat die sinaasappel van de ene kant van de brug naar de andere kant van de brug is gestroomd. Nou, in dat geval is het dus, wat zullen we als voorbeeld doen, pak je stopwatch en dat is dan 8,24 seconden heeft het geduurd.
En dan doe je dus 48 gedeeld door 8,24 en dan kom je dus uit op 5,8. En dat is dus het debiet. Dus ja, een sinaasappel is een manier dus om dat debiet uit te rekenen. Dus van de ene kant van de brug naar de andere kant van de brug. Ja, dus als je veel sinaasappels in het water ziet liggen, dan weet je dat daar het debiet veel uitgerekend is. Dat daar een groep kinderen was of zo, of een groep mensen die daar het debiet aan het uitrekenen waren. Nou ja, in begin 19, dit is zeg maar de. In 1995, hè, was dus begin januari, was er een periode waarin er dus veel sneeuw in het stroomgebied van de Rijn was. De dooi viel in, de sneeuw smolt en er was dagenlang regen en dunne ontdooide bovengrond met verzadigd water. Nou, dat zorgde ervoor dat alle zijrivieren van de Rijn volstroomden en de piekafvoer van de zijrivieren en van de Rijn samenvielen met elkaar en nou, zorgde voor een extreem hoge watergolf. En een enorme piekafvoer, hè. En het debiet van de zijrivier heeft dus ook een grote invloed op de afvoer van de hoofdrivier, hè. Als daar al een hoger debiet is, en ook in de zijrivieren, ja, dan stapelt dat op en dan krijg je dus enorme hoeveelheden water wat afgevoerd wordt. En ja, bijvoorbeeld Nederland daar last mee krijgt, hè. En dat zie je dus op dat grafiekje aan de rechterkant, hè, aan de x-as de datums. Van 20 januari tot 5 februari. Het is vaak een korte periode. Maar ja, er kan veel schade dan ontstaan. Ja, vandaar dus ook dat we die uiterwaardes hebben en die dijken. Dat als zo'n enorme piekafvoer komt, dat die uiterwaardes kunnen vollopen. En dan kunnen de winterdijken dan zorgen voor, ja, voor bescherming dan. Nou ja, op de i-as zie je dus de afvoer. De hoeveelheid water. Nou, en dan zie je dus dat dit zijn de zijrivieren dan, hè. Dan zie je dus dat de Lippe en de Roer de hoogste afvoer hadden, hè. Dus dat is eigenlijk wat dat kaartje laat zien. De jaarlijkse verdeling van de waterafvoer over een jaar noem je dus het regime. Regime, ja, hoe zeg je dat? Het regime is dus meer een soort regering die ergens zit. Dus dan noemen we het maar gewoon regime. Dat is makkelijker, dan kun je die 2 uit elkaar halen. En dat is dus afhankelijk van 4 factoren. 1 klimaatomstandigheden. 2 aanvoer van smeltwater of regenwater. 3 zijn eigenschappen van het stroomgebied en 4 de ingrepen van de mens. Hè, klimaatomstandigheden, nou ja, door de opwarming van de aarde, hè, dus krijgen we nattere winters, dus meer neerslag. Dus zorgt voor een hogere afvoer. Aanvoer van smeltwater, hè. Als het warmer wordt, krijg je dus ook wel meer smelten van de ijskappen, dus grotere volumes. Nou ja, eigenschap van het stroomgebied, hè. Is het hoe is het verval? Is er een hoog verval? Verval, verhang, etc. Debiet. Dus eigenlijk meer de snelheid van hoe dat water stroomt. En dan de ingrepen van de mensen. Dus als een rivier meandert, dan loopt dat water toch iets rustiger door het landschap dan wanneer je dus rivieren recht laat lopen. Dus wat je wat stukken afgraaft of zo. En dat zo'n rivier dan sneller naar beneden komt. Dus dat zijn allemaal invloeden wat hierbij meespeelt. De klimaatomstandigheden zijn zo. De hoeveel water de rivier afvoert hangt af van de hoeveelheid en de vorm van de neerslag. Dus hoe meer regent, hoe meer water er wordt afgevoerd. Nou ja, sneeuw, het kan even duren voordat dit smeltwater in de rivier terechtkomt, hè. Ja, als de winter lang duurt en opeens een hele warme voorjaar, korte warme voorjaar komt, of de zomer opeens inzet. Ja, dan kan het water heel snel smelten en dan krijg je dus ook een hoge piekafvoer. Nou ja, regen, deel van het water wat door de planten opgenomen wordt. Nou, dat deel stroomt via het grondwater en de oppervlakte naar rivieren of meren. En een deel verdampt dus. Daarom is het ook belangrijk dat je ook voldoende begroeiing heb langs het water, want ja, als je alles weghaalt, dan verdroogt de bodem.
Als het bijvoorbeeld heel droog is en opeens gaat heel hard regenen, heb je een droge bodem en dan loopt meer rivier in. Kan ook. Nou ja, en dan. En dat deel stroomt dus via het grondwater en de oppervlakte naar rivieren of meren en een deel verdampt. Nou ja, temperatuur en de windsnelheid zijn weer van invloed op de verdamping. Dus dat kan ook verschillen. Hoe warmer het is, hoe meer er verdampt. En dan is als het grondwater. Want als het even kort warm is, is het geen probleem. Als het langere tijd warm is. Ja, zoals we bijvoorbeeld bij het veen hebben gezien, dan komt een deel van dat veen dat komt bloot te liggen. Ja, en dat water dat trekt dus uit dat veen en dan heb je een snellere verdamping. En dan krijg je dus inklinking. En het regime van een gemengde rivier is dus veel regelmatiger dan dat van een regenrivier. Het eigenschap van het stroomgebied, het waterbergend vermogen van de grond, wordt bepaald door eigenschappen van de bodem en de ondergrond, de zogenaamde moedergesteente. Dus sommige bodems nemen meer water op dan de ander. En het relief. Is er veel erosie of niet? Dus dat is ook even de vraag. Een rotsachtige ondergrond en een dunne of bevroren bodemlaag kan weinig water opnemen. Nou ja, dat is ook logisch, want ja, dat is waterafstotend. Nou ja, die diepe zandbodems hebben weer wel een groot waterbergend vermogen. Dus als je wat zanderige bodem hebt, kan dat wat meer water opnemen. En er is dus veel ruimte tussen de zandkorrels. Dus het water blijft daar dus tussen zitten. En daarom dat de woestijn ook heel droog is, want dat water zakt gewoon de grond in en is weg. Ja, en als het gewoon een hard gesteente is, dan stoot dat weer af. Dus de ene wordt opgenomen, de andere stoot weer af. Maar ja, terwijl de woestijn verdampt natuurlijk ook heel veel, omdat het natuurlijk heel warm is. Steile hellingen zal het water sneller afstromen dan vanaf een gebied dat bijna vlak is. Ook logisch, dus als je dan een groot verval hebt, dus van boven naar beneden, dan loopt het water sneller weg dan een gebied dat bijna vlak ligt. Hè. Denk bijvoorbeeld aan Nederland. Hè. De Rijn heeft daar maar een verval van 12 meter, dus dan blijft het water wel liggen. Een rotsachtig gebied heb je dus in de Ardennen. Nou, het water trekt daar niet in de bodem en stroomt snel. Nou, de neerslag wordt snel via de Maas naar Nederland afgevoerd. Dus dat regent, nou, het water dat loopt gelijk de Maas in en dat gaat zo naar Nederland. Terwijl als je daar nou ja, bijvoorbeeld een meer zanderige bodem hebt, dan blijft het water dan weer hangen en dan duurt het wat langer en dan loopt het allemaal wat geleidelijker. De ingrepen van de mens, naar de verandering in het stroomgebied of de rivier zelf maken het regime onregelmatiger. Dat heeft ermee te maken, hè, als je bijvoorbeeld dijken aanlegt, een uiterwaarde, dat je dan bij weerszijden een uiterwaarde hebt, dan krijg je dus dat allemaal wat rustiger verloopt. De stroomgebieden van de Rijn en de Maas zijn meer bebouwd en minder bebost, hè, zeg maar verstening van het landschap. Hè. Door de verstening kun je sneller een overstroming krijgen, maar ja, als je daar gewoon goede afvoer hebt, hè, dus van die waterputten, dan loopt het water weer snel weg. Hè, de sponswerking van de bodem is kleiner. Nou ja, hadden we kunnen zien in een eerdere les, dus dat dus met die parkeerplaats met die stukken gras erin, hè, dat je dan dat als een soort spons werkt en het vasthouden van dat water, hè, dus die. Dus je daarom ook die drietrapsmethode. Dus dat je ervoor zorgt dat je dus het water ook vasthoudt. Hè? Dus ja, retentie, vasthouden. Dus zeg maar de tijd tussen het moment van de neerslag in het stroomgebied en de stijging van het waterpeil wordt dan korter. Dus de vertragingstijd is afgenomen. De maatregel om de rivier goed bevaarbaar te maken, maar hebben ze stuwen met sluizen en het afsnijden van sterke bochten. Hè? Dus wat ik bedoel, dat is echt kanalisatie. Echt, dus
Je voorkomt dat er heel sterke meandering is en je laat het weer recht lopen. Dus je snijdt een bocht af, waardoor dat water dus sneller naar beneden loopt. Dat kan. Het is dus bijvoorbeeld de mogelijkheid als ze bijvoorbeeld het water te langzaam stroomt, dan kun je dat op die manier doen. Ja, stuwen en sluizen zijn natuurlijk nodig bijvoorbeeld. Hè. Denk bijvoorbeeld aan die stuwen in de Nederrijn. Waarbij wanneer er in de winter zetten ze die dan open. Hè. Bijvoorbeeld wanneer er veel waterafvoer is en wanneer er weer weinig waterafvoer is, dan sluiten ze die weer. Nou ja, dan zijn de stroomstelsels van de Rijn en de Maas, die worden dan verkleind. Het water kan zich niet meer over een groot oppervlak verspreiden en wordt gedwongen zich snel te verplaatsen. Ja, dat is dan de logische. Nou, klimaatverandering, zeespiegelstijging en bodemdaling hebben gevolgen voor de afvoer van de Nederlandse rivieren. Het regime van de Rijn zal steeds verder meer uitersten vertonen. In de winter vaker een verhoogde piekafvoer, naar nou, meer neerslag. Toenemende waterafvoer, het debiet dus sneller, dus dat het water sneller stroomt. Doordat het aandeel van de regen ten opzichte van de sneeuw groter wordt. Dus ja, wanneer het sneeuw smelt, dan gaat het wat geleidelijker. Ja, tenzij het heel snel warm wordt. Maar als het heel hard regent, heel veel regen in een korte tijd valt, dan zorgt dat voor een toename van het debiet. Vaak langere periodes met zeer laag water, dus meer droogte, ook vooral in de zomer, drogere zomers. De verdamping neemt toe door de temperatuurstijging. Dus ja, dat is natuurlijk weer een probleem voor de veengebieden. De verwachte zomerafvoer is 20 tot 30% lager dan nu. Nou, dus dat, de verwachting is dus dat het steeds droger wordt en dat er steeds minder water wordt afgevoerd. De Maas, zeg maar, is een regenrivier. Meer neerslag in de winter en afvoer wat lager in de zomer door hogere verdamping. Nou, het zal niet zo ver lopen dat de Maas helemaal droog komt te staan of zo. Het wordt een beetje zo vermeld dat heel dramatisch is. Maar goed, het zijn al hele kleine veranderingen die toch al behoorlijke gevolgen kunnen hebben. Hè. Dus Nederland is gewend aan veel water, aan veel neerslag en het landschap is daar ook op ingericht. En ja, het is ook nodig om dat zo te houden. Want als je heel droog, als alles verdroogt, dan krijg je dus ja, bijvoorbeeld verstening van de bodem, verzilting en dat soort problematiek. De maatgevende afvoer is de maximale hoeveelheid water die de rivier nog veilig kan verwerken, zonder dat de dijken doorbreken en het riviergebied overstroomt. Nou ja, voor het bepalen van veilige dijkhoogte wordt de maatgevende afvoer gebruikt. Deze wordt voor de Rijn bij Lobith en voor de Maas bij Borgharen berekend. Dus dat is dus het debiet, hè? Dus de snelheid van de afvoer. Dat hebben we gedaan, hè? Dus dat doen ze dus. Ik weet niet of ze dat met een sinaasappel doen of zo. Of, nou ja, er zijn speciale technieken voor hoe ze dat. Hoe professionele organisaties als Rijkswaterstaat dat doet. Nou ja, de gemiddelde afvoer in de Rijn is dus 2200 kubieke meter per seconde. En in de Maas is dat 320. Nou, dan zien we dus de maatgevende afvoer en de zomerafvoer. En dan zien we dus de hoogste afvoer in 1993 en de hoogste afvoer in 1995. En dan zie je dus dat dat vrij hoog is.